Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over het sterke geslacht. Aandacht voor de vrouwen. Hoewel in ons land de vrouwen de meeste successen op internationale toernooien behalen, krijgen de mannelijke sporters veruit de meeste aandacht. Waar komen de fysiologische man-vrouw verschillen tijdens inspanning vandaan? Op welk gebied kunnen de mannen zeker nog wat leren van de vrouwen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja. Goedemorgen Jurgen. Goedemorgen Gerrit. Wat een onderwerp heb je op de redactietafel gegooid. Het moest maar eens een keer gebeuren. De verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik voel het een beetje als een mijnenveld. Uitglijers, dus laten we van tevoren maar vast roepen. Als je vindt dat het echt niet kan wat we hier zeggen, weet ons te vinden op de socials, @slimmerpodcast. Of misschien liever stuur ons eerst even een mail om ons te corrigeren of aan te vullen via post@slimmerpodcast.nl. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, en dan vlieg ik al gelijk uit de bocht. Eerste waar ik aan moest denken is dat, we zien het hier op het scherm voor de kijkers op YouTube, waar vrouwen in ieder geval beter zijn qua sporten, is om hun sportieve prestaties in beeld te brengen op Instagram. Voor onze luisteraars, we kijken nu naar een scroll over het Instagram-account van Puk Mone. Wielrenster? Ja, wielrenster. Ja, goeie pro-wielrenster. Ja. Maar 500.000 volgers op Instagram. Volgens mij niet omdat ze zo goed kan fietsen. Oké. Okay. Ja, ik... Oh ja, je begint nu al op je tong te bijten. Ja, precies. Nou, zo'n uitzending wordt het dus. Maar ook serieus. We gaan op zoek inderdaad naar hoe komt het nou? Is het waarom sporten mannen en vrouwen eigenlijk in verschillende categorieën? Maar daarvoor, kijk eens op YouTube zien dat ik nu klik op een foto van Puk Mone in de plank. En dat deed mij denken aan leuke post die wij kregen via dat net genoemde e-mailadres post@slimmerpodcast.nl. Een hele uitgebreide mail van René de Lange, die ook schrijft in zijn tweede zin: nou, jullie zoeken interactie met luisteraars bij deze. Nou, dan komt er toch een brief. Maar wel leuk hoor, René. En twee hele concrete vragen. Ik begin even bij zijn tweede vraag onderaan. Zegt hij, wat is eigenlijk het nut en de noodzaak van core stability? Oftewel, je buikspieren en je rug trainen. Moeten jullie daar niet eens een podcast over maken? Wanneer, hoe lang, wat heb je er eigenlijk aan? Want ik weet wel dat het belangrijk is voor je heupen, omdat daar veel blessures ontstaan. Maar wellicht is het ook wel een leuk onderwerp, zegt hij dan weer. Is core stability ook belangrijk voor fietsers? Gaat Tom Dumoulin ook 2 keer per week planken en push-ups doen? Nou, ik had hem nog niet geantwoord met jou in cc. Je mailde al terug met een link naar deze video die we hier op het scherm zien. En de link zie je in de show notes. Wat zien we hier, Jurgen? We zien Tom Dumoulin. Onze eigen Tom. Die aan het planken, is. Ja, dat is, nee, dus ik wist dit dat volgens mij Kruiswijk had het. Bij Kruiswijk zei het al helemaal niet verwachten. Nee. Dunne plank. Iedereen herinnert zich natuurlijk Joop Zoetemelk vroeger, dat hij aan Superstars meedeed. Dat is misschien voor jouw tijd nog. Ja, ken ik niet. Superstars was echt een geweldig programma. Dat deden verschillende sporters van verschillende disciplines. Hockeyers en voetballers. Die hadden een soort circuitje wat ze moesten afleggen. En eentje ervan was volgens mij optrekken aan de stang. Ja. En Joop, dat was hilarisch, want die kon dat net 1 keer of niet eens 1 keer. Maar het was al, je zag gewoon als Joop, dan had hij zo'n, volgens mij, een shirtje aan waarbij je precies zag van het bruine tot aan zijn ja, nieuwe shirt. Ja, wat we ook op het account van Puk Mone ja, precies. Dus
eigenlijk Instagram avant la lettre, wat Joop toen deed. Maar nee, hij kon heel weinig met, hadden we heel weinig. Je wil maar zeggen, hij had alleen hele sterke benen en verder helemaal niks. Omdat wielrenners volgens mij alleen maar op de fiets zaten. Ja. En hier zien we dus Tom Dumoulin met allerlei oefeningen. Ja. Hij springt de trap op en neer. Hij doet een plank waarbij de bidon van links naar rechts zit. Nou, leuke video. Ja. Check hem in de show notes, dan komen we ook terug. En dan toch nog even terug naar die lange brief van René de Lange. Want zijn eerste vraag, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar dat is die hele dikke paragraaf daarboven. Maar daar stelt hij op zich wel een interessante vraag. Namelijk over de timing van loopscholing. Nou, loopscholing was tot 3 jaar geleden iets waar ik nog nooit van gehoord had. Maar dat is eigenlijk wat atletiek mensen oefeningen noemen. Hè? Loopscholing. Oefeningen doen om te zorgen dat je looptechniek verbetert. En hij vraagt zich eigenlijk af. Je ziet vaak in een klassieke training dat je warming-up doet. Dan doe je loopscholingsoefeningen en dan pas je looptraining. Zou het niet slimmer zijn om die loopscholing ook verder in je training te doen? Zodat je ook leert om die goed uit te voeren als je vermoeid bent. Want ja, daar draait het om. Dus ik heb even die vraag doorgepaast naar onze UATT-looptrainer... die mij in aanraking bracht met het fenomeen loopscholing. Dit is wat hij zei. Hi René, wat een mooie vraag heb jij over loopscholing. Goed dat je even uit de begaande paden denkt. Kan het ook anders? Of is misschien anders wel beter? En in jouw geval wat je suggereert is... kan loopscholing misschien juist na een intervaltraining meer effect hebben? Twee kanten zijn eraan. De eerste is, wat is eigenlijk de reden dat we het voor een looptraining doen? Of in elk geval voor de intervallen. Dat is niet iedereen heeft al een ruime techniek en coördinatie op de loopscholing. En als je het dan minder goed beheerst en je gaat het dan ook nog zonder vermoeidheid doen, dan gaat eigenlijk het hele idee van die loopscholing weg. En het idee van de loopscholing is juist dat het je helpt ook om tijdens de training een verbeterde techniek te oefenen. En dat kan je ook tijdens de intervallen, meestal rondom je wedstrijdtempo, kan je dat dan zeg maar oefenen. Dus je brengt het in voor de intervallen. Je activeert als het ware het lichaam op bijvoorbeeld de contacttijd die je hebt. Op je lichaamshouding, misschien op kniehef. Misschien op de juiste plaatsing onder je lichaam van de benen. Dat kunnen verschillende elementen zijn. En dan tijdens de intervaltraining kan je dat gaan inslijten, dan wel aanscherpen. Het kan ook zijn dat je het allemaal al ontzettend goed kan. En het is zeker altijd een wijs idee om als je iets helemaal goed beheerst, om nieuwe complexiteit in te voeren. Want van nieuwe complexiteit ga je het hardste leren in de sport. En in dit geval kan een manier om dat te doen dus zijn dat je het onder vermoeidheid gaat toepassen aan het einde van een training. Dus ik denk dat het een goed idee is. Heb je de goede beheersing om er af en toe mee te experimenteren? Al zal het voor de meeste en grootste groep en sowieso het grootste aantal trainingen wat je doet verstandiger zijn om het juist voor de intervallen uit te voeren. Nogmaals, dank voor je vraag en veel succes ermee. Hoi hoi. Leuk. Kijkers en luisteraarsvragen. Nou, heb jij er een paar, stuur ze in. Maar we gaan gauw door naar ons hoofdonderwerp. En dat is vandaag de verschillen tussen mannen en vrouwen. En dan begin ik natuurlijk met mijn openingsvraag aan jou, Jurgen. Wat was voor jou de aanleiding om hiervoor... Je hebt een artikel geschreven op je website, hè? Waar blijven de vrouwen toch? Dat was denk ik 2-3 jaar geleden toen men vol was over de mogelijkheid dat de mannen onder de 2 uur zouden gaan lopen op de marathon. Daar is hij weer. Ja, de marathon. Dat is inmiddels gebeurd, maar dat vond ik wel de aanleiding voor en de vrouwen dan toch. Dat is volgens mij ook de titel van dat stuk. Ja. En daar kwam ik toch wel wat interessante inzichten tegen. En met name het feit dat een inspanningsfysioloog, Michael Joyner, die is ook degene geweest die al in 98, toen was hij is inmiddels hoogleraar, hij is en inspanningsfysioloog en anesthesioloog. Ik heb hem wel eens echt gezien. Ja. Vond ik wel leuk toen ik nog in de wetenschap zat. Echt een hele aimabele, leuke kerel. Boom van een kerel dat wel. Dus een beetje afschrikwekkend, maar een hele, hele lieve, vriendelijke man. Maar hij is eigenlijk de grote boosdoener geweest misschien. Dat hij naar de jacht naar die 2 uur, omdat hij al in 98 was het, een berekening erop losliet aan de hand van VO2 max en andere variabelen. Waar hij zei,
het moet mogelijk zijn gewoon om met bepaalde, met die parameters, om onder de 2 uur te lopen op de marathon. En dat heeft een soort houvast, een soort prikkeling gegeven van, ja, waarom doen we het dan nog niet? Lang verhaal kort. Die Michael Joyner heeft aan de aanleiding ook van die 2-uursjacht bij de mannen, schreef hij een stuk en zeiden, ja, eigenlijk is het, de vrouwen hebben hun limiet, hun 2 uur, of in ieder geval hun relatieve 2-uurslimiet al gehaald. En dat bleek eigenlijk met de 2:15, die toen het record was van Paula Radcliffe, die in 2003 dat al liep, 2:15 nog iets. Inmiddels vorig jaar is dat verbeterd door Keniaanse Bridget Koskei. Maar hij zei, nou, met alles wat we weten van de fysiologie van de vrouwen, ja, dan kunnen we eigenlijk stellen dat de vrouwen eigenlijk al hun 2-uur grens bereikt hebben en het, dus de mannen een beetje achterlopen. Ah. En dat is... Nou, laten we zoals altijd dan maar eens beginnen bij de basis en onder die motorkap duiken. Hoe komt het dat vrouwen blijkbaar op z'n snelst een kwartier langer over die 42 kilometer doen? Maar het... En in zijn algemeen, wat verklaart die verschillen? Ja, dat is toch... ze zijn sowieso, ze hebben minder spieren. Ja, testosteron, daar komen we nog wel op terug. Dat is toch een belangrijk hormoon daarin. Minder spiermassa, iets meer vetmassa. En daarbij sowieso kleinere longen. Dus zet jij vrouwen en mannen van dezelfde lengte naast elkaar, maar meet jij hun longvolumes, dan hebben vrouwen toch van nature minder longvolume. Kleiner hart en daarbij ook lager hemoglobine, hematocriet. Dus dat is belangrijk voor het vervoeren van rode bloedcellen, vervoeren de zuurstof. Ja. En hemoglobine is het eiwit wat dat eigenlijk de zuurstof bindt. Zij hebben van nature minder, dus kunnen ook minder zuurstof transporteren. En het is denk ik goed om te begrijpen, dit is relatief. Want als ik mezelf naast Daphne Schippers zet... Ja. Die heeft volgens mij meer spieren, een groter hart, grotere longen en misschien ook wel meer hematocriet dan ik. Maar dus dan gaan we voor de toppers kijken. Dus exact. Die toppers die onder top die 2 uur... Topvrouw, topman. Ja, dan loop je daar tegenaan. En als je dat dan meeneemt in je berekening ook van wat Michael Joyner al deed. Ja, dan heb je een bepaalde VO2 max nodig en een bepaalde anaerobe drempel. Ja, en die haal je gewoon niet met die, als jouw longen toch relatief kleiner zijn en jouw hematocriet of jouw hemoglobinegehalte minder is. En je gewoon minder spieren hebt, minder mitochondriën, minder energiefabriekjes om die zuurstof om te zetten naar energie. Dus dan is het logisch dat de vrouwen wat die prestatie betreft achterblijven. Ja. Maar er zijn ook wel wat goede eigenschappen waardoor... Toch ook gedacht is zelfs met papers in Nature, die ik ook aanhaal in begin papers jaren. Papers in Nature, we hebben het niet over papers, maar over artikelen. Ja, artikelen in Nature, nou dat is een toonaangevend tijdschrift. Ja. Ja. En daar, was eigenlijk een beetje raar dat het in zo'n toptijdschrift kwam misschien. Die keken gewoon naar de snelheid of het, de verbetering van de marathontijden in de loop der jaren bij de vrouwen tegenover de mannen. Ja. Daar trek je dan een hele mooie lijn doorheen, een fit. En als je die fit zou doortrekken, zei ze, dan is het zo dat in 2000 zoveel de vrouwen onder de 2 uur gaan duiken. Toch? Ja. Ondanks dat meneer Joyner zei, dat kan niet. Want maar 2:15 dit is gewoon is een andere benadering. Zij kijken gewoon naar het verval van tijden. Hoe sneller wordt er gelopen? Ja. En als je nagaat vanaf jaren 50, 60... Want toen begon het pas echt populair te worden. Kijk, de vrouwen hebben als nadeel gehad. Lange tijd werden ze gewoon niet serieus genomen. Uit veiligheid ook van... Die mochten gewoon nog niet... Nee, je bedoelt cultureel, maatschappelijk. Ja. Weet je, mannen waren topsporters en vrouwen... Heel klassiek rolmodel, zaten thuis voor de kinderen te zorgen. En de artsen, medici waren er ook niet over eens. Is een vrouwenlichaam wel geschikt voor zulk soort heftige inspanningen als een marathon? Oké. Okay. En dus het duurde tot zelfs 83 WK atletiek, 84 Olympische Spelen, dat eigenlijk de marathon voor de vrouwen op het programma kwam. Dus ja, dat verklaart ook wel van, dan heb je het met dat... Dus je vrouwen zegt eigenlijk, vrouwen topsport ver. Is veel jonger nog. Daar kunnen we nog veel meer ontwikkelingen zien. En dat ken je in alles, ook bij de, zelfs het voetbal in Nederland. Ja, lange staat tijd, natuurlijk ook in de kinderschoenen. En dat heeft met veel sporten herken je dat terug. Dus daar lieten die mensen die fit maakten,
die zagen natuurlijk vanaf de jaren 60, 70, toen die vrouwen zich langzaam op die marathon gingen storten, die zeiden, wauw, die snoepen behoorlijk wat van de wereldrecords af. Ja. En bij de mannen was het veel subtieler allemaal. Dus als je die lijnen dan doortrekt, dan kruisen ze op een gegeven moment elkaar. En dan denk je, ja, als die vrouwen in dit tempo zichzelf blijven verbeteren, nou, dan duiken ze onder 2 uur. En maar dit is een redenatiefout, ja, toch? Want je kijkt naar lijnen die je doortrekt. Klopt. Terwijl die wordt natuurlijk, die lijn die lijkt me gaat afbuigen. Ja. Want je gaat niet evenredig door blijven verbeteren. Maar ze hadden ook wel aanwijzingen van dat de fysiologie is dan, dat het ook voordelen zouden zijn. Vrouwen voordelen hebben met de kennis van toen. En dat was onder andere, nou, relatief meer vet. Ja. Betekent bij lange inspanningen. Nou ja, dat je ook wat meer op je vetverbranding kan doen. Ja. We weten inmiddels, ja, en kijk, vroeger was men ook niet zo. Maar even tussendoor, ik moet opeens denken, ik heb wat rondgelopen in het top beachvolleybal. Ja. Die dames staan toch ook hartstikke strak? Ja. Of weet het, daar zit toch ook geen gram vet ja, op? Ja, maar relatief. Ten opzichte van die mannen hebben ze altijd nog wat meer vet dan. Ja. En toen wisten ze ook nog niet zo goed van hoe, dat je gewoon eigenlijk die. Kijk, we hebben het gehad over die koolhydraten. Hè? Belang van koolhydraten ook tijdens 2 uur, 3 uur, 4 uur inspanning. Als je op hoge intensiteit wil inspannen. Dat te doen moet zijn als jij gewoon maar genoeg aanvoer hebt. Van je jelletjes of je bananen of hoe jij jouw suikers binnen wil krijgen. Ja. Toen werd ook wel gedacht lange tijd. Ja, maar stel dat dat gewoon niet lukt. Ja, dan moet je gewoon je vetverbranding ook goed kunnen inzetten. En vrouwen kunnen dan nou. Ja, die hebben er meer van sowieso. En die lijken ook wel studies te zijn die zeggen, ja, die kunnen bij hogere intensiteiten nog beter vet verbranden. En daarnaast, dat vind ik wel een goede studie, zij kunnen beter tempo houden, pacen. Oh. En daar hebben we natuurlijk eerder dat over is gehad. Mijn grote uitdaging, in zijn algemeenheid. Daarna, dat zijn er wat studies. Vertel me wat over die gedaan. Studie. Nou, ik ken een studie, die hebben ze gewoon vrouwen en mannen vergeleken. Gezegd, je gaat nu een half uur hardlopen. Met een tempo van. Dat is eigenlijk helemaal niet zo verrassend. Het is toch in het hele leven dat vrouwen verstandiger zijn en zich niet laten opnaaien als een jonge hond. Ja. Ja. Ik herken het toch eigenlijk wel. Maar vertel. De vrouwen moesten tempo en mannen een tempo van 13 km per uur. Ik weet het niet precies. En alleen in de tussentijd, wat ze deden, heel sneaky. Die onderzoekers, die gaven tussentijden door die niet klopte. Oké. Soms te snel, soms te langzaam. En jawel hoor, die mannen. Ja, die liet zich daar. Die liet zich wel opnaaien. Ja, van de wijs brengen. Dus de ene groep die te snelle tijden kreeg, die eindigde gewoon eigenlijk. Die was 5 minuten sneller dan bedacht was op tempo. De andere 5 minuten langzamer. Hadden zich laten foppen. Alleen die dames deden dat veel minder. Die hielden zich gewoon aan de afspraak. Dit hebben we afgesproken, dit tempo gaan we lopen. Wat je onderweg ziet. Kortom, jij komt hier met wetenschappelijk bewijs dat vrouwen laten zich niet gek maken. Precies. Dat is eigenlijk wat we hiervan leren. Nou is natuurlijk het grote probleem, heb ik eigenlijk met bijna alle dingen die over man-vrouw verschillen gaan, ook op de werkplaats en weet ik het. Ja. Het is nogal generaliserend, hè? Ja. De ene vrouw is de andere vrouw niet, toch? Dat klopt. Ja, en de ene man is de andere man ook niet. En dat brengt natuurlijk door het punt van, dat is ook weer zoiets. De vrouwen mochten lange tijd niet meedoen aan de sportwedstrijden. Ja, ze mochten lange tijd en nog steeds niet meedoen aan de onderzoeken. Nee. Veel medisch onderzoek hè, komt ook steeds meer naar boven. Is gewoon niet gebaseerd op vrouwelijke proefpersonen. Nee, lastig, want ze hebben hun hormoonspiegelingen natuurlijk. Ja, daar hou je niet van als onderzoeker? Nee, ik wil het liefste gewoon een bepaalde groep waarbij het allemaal redelijk stabiel is en zo, waar ze niet hoeven te corrigeren voor dat. Maar ja, en dat merk je ook in alles. Ook juist ook voor de ontwikkeling van medicijnen. Want laten we dat onderwerp eens induiken. Hormonen, je zei net al even, zullen we zo over het hebben. Basisbiologie, ik heb het een paar jaar gehad op middelbare school. Testosteron, oestrogeen. Ja. Dat zijn de twee belangrijke grote verschillen. Ja. Wat is het effect daarvan op sportieve prestaties? Nou, testosteron, volgens mij was jij die mij ook een keer appte van, had je bij Ross Tucker ook geluisterd naar de effecten ouderdom hè, op presteren. Ja, en hij gooit het heel erg. Hij zei ook, wat dus nu mannen van de middle-aged. Ik heb een nieuwe term geleerd. De opa-paas. Hè? Wat is het? Abrahams op Essex. Ja, ja. Ja. Wat hij zei, veel Amerikanen in ieder geval, die dreigen een beetje qua prestatie af te takelen, omdat zij een bepaalde leeftijdsgrens passeren. En hun wat
spierverlies geeft, et cetera. Gewoon ouderdom, zoals we het noemen. Hè. Dus ja. Die gaan die kliniek in om wat extra testosteron daar... de ouderdomsklinieken zetten daar gewoon testosteron als het middel... om die ouderdom in ieder geval op het gebied van de prestatie uit te stellen. Want de relatie is testosteron, groeihormoon, krijg je spieren van. Ja, groeihormoon staat daar weer los van. Maar testosteron is gewoon het anabole steroïd. Anabool is opbouwend. Ja. Spieropbouwend is ook gerelateerd aan kracht. Maar ook heeft weer die link ook met die hematocriet. Alles waar je gewoon sterker van wordt, je lichaam van opgebouwd wordt, is testosteron essentieel voor. En ja, geen wonder dat dit op de dopinglijst vooraan staat gewoon. Ja, en ja. Nou ja, je staat nou zo lol ooit van Ben Johnson, noem maar op. De bodybuilders nog steeds, denk ik, in de sportscholen. Het is dus daar zijn vrouwen per definitie al extreem in het nadeel. Vandaar ook dat mannen en vrouwen in verschillende klassen sporten. Daar komen we zo misschien nog iets meer op. Is er nog een effect dat je weet van het typisch vrouwelijke hormoon oestrogeen? Doet dat nog iets in relatie tot prestatie? Ja, dat beschermt natuurlijk wel. Het beschermt bijvoorbeeld voor bloedvaten, weet ik het. Dus dat dan, waarom krijgen vrouwen na de menopauze juist de problemen? Omdat dan die beschermende werking wat wegvalt. Specifiek voor de prostatie. Kijk, het is ook niet dat vrouwen niks produceren. Alleen veel minder. Als je kijkt naar de concentratieschil, het testosteron in het bloed, is het ongeveer 20-voudig verschil. En de bron is anders. Want kijk, de mannen is het de testes, de teelballen. Ja. Ja. De vrouwen, de bijnierschors is het, denk ik. Die produceert wat voorlopers van testosteron. Die kunnen worden omgezet in daadwerkelijk testosteron in de perifere weefsels. Dus je hebt toch een andere aanmaak. Maar nee, voor de sportprestatie, oestrogenen. Niet, bij lange na niet opbouwend of anabool zoals testosteron dat is. Ja. Oké. Ja, en daarmee komen we dan automatisch op een interessant onderwerp waar we ook aan moeten raken. Het grijze gebied. Ja. Want er is wat aan de hand in de internationale sportwereld. Ja, en het is, dan verwijs ik heel graag. Ja, jij luistert ook veel Rostucker. De Science of Sport podcast. Ja. Maar blijf gewoon luisteren naar de Slimmer Presteren podcast. Dan vertalen wij het wel in Nederlands. Nee, het is natuurlijk, iedereen kent de casus Semenya, denk ik. Ja, Castor Semenya is een Zuid-Afrikaanse atlete. Ja. Atletiek, al een aantal jaren. En wat is precies met haar aan de hand? Ja, zij heeft gewoon mannelijke trekken. Dat is wel duidelijk. Is gewoon als jij ziet. Ja. En daar kan je... Goed, vanaf het moment dat zij kwam... meedeed aan wedstrijden... zo'n 8-9 jaar geleden. Hè? Ja. In 2011 kwam zij op. Zij presteerde goed... Maar er waren natuurlijk ook mensen, supporters en misschien tegenstanders ook nog wel, die zeiden, die ziet er wel heel krachtig uit. En mannelijk, het lijkt wel een halve man. Ja. Of een hele man. Ik bedoel, dus daar kom je op dat grijze gebied. En ze kaapte natuurlijk op een gegeven moment de medailles weg. Ja, ze begon alles te winnen. Ja. En er was volgens mij een podium op de WK, misschien Olympische Spelen, juist op de 800 meter, 500 meter, de top 3 mogelijk, wel stevige mannelijke trekken hadden. Ja, en daar ging de Wereld Atletiek Unie onder druk, denk ik, van atleten, onder druk van supporters, coaches. Die ging daarover nadenken van, moeten we hier iets mee? Wat definieert nou een man tegenover een vrouw? En dat is eigenlijk al lang, de hele historie speelt dit er doorheen. Ja. Want Foekje Dillema heet ze volgens mij. Ja, dat is een bekend verhaal uit de Nederlandse topsporthistorie. Vertel dat even voor de mensen die dat gemist hebben. Dat was er al, dit is ook lang voor mijn tijd. Maar die kom je al tegen als de vrouw die Fanny Blankers-Koen... Kon verslaan, toch? Ja. Ja, atletiek ook. Van de troon leek te stoten. Alleen, en daar werd ook al, waren ook verdachtmakingen van... ja, maar dat is gewoon een man. Hoe dat toen ging... dat ging er niet heel subtiel aan toe. Want de manier waarop ze dat bekeken was eigenlijk... kleed jij je maar uit voor de doktoren... en dan kijken we en eventueel voelen we wel... of jij wel man of vrouw bent. Ja, maar dat gaat dan gewoon op basis van de geslachtsdelen. Ja. Ja.
Maar bij Caster Semenya ligt het genuanceerder. Ja, ik denk dat biologisch-medisch inzicht de laatste jaren is duidelijk geworden dat je daar niet zo 1, 2, 3 kan aan afzien. Ja, het ligt maar aan waar kijk je naar. Ja. Geslachtsdelen, kijk je uit naar de XI, de genetische testen. Ja, de chromosomen, hè, bepaalt of je een man of een vrouw bent. Vrouwen hebben 2X'en, mannen hebben XI. Ja, als je het puur biologisch, zo hebben we dat geleerd in de biologieboeken. Ja. De stand van zaken is toch dat mensen zeggen, nee, dat hoeft niet. Er komt een XI kan. Nu wordt het verwarrend. XI kan. Dat heeft er vooral ook mee te maken van, kijk, tijdens die... je hebt gewoon dus de groep... even kijken, dan... Tijdens de groei gewoon, al in de eerste weken eigenlijk na de bevruchting, dan wordt een beetje de keus gemaakt van, ga ik voor de aanleg voor testes of ovaria? Dus. Ja. Maar dat gebeurt allemaal uit hetzelfde weefsel. Maar wat je ook kan voorstellen is dat, en dan gaat het niet, dan kun je zeggen dat gaat het mis. Het is dan kan je een hoop stappen kijken, dat er wel eens van beide weefsels ontwikkeld worden. Ah. En dat is gebeurd daar, dat vrouwen die eigenlijk ook minimale testes ontwikkelen. Ja. En die blijven weggestopt. Die zijn niet te zien aan de buikkant. Die zitten ergens, ergens in de buik. Ja. En die voelen zich gewoon tot puberteit gewoon prima vrouw. Ja. En hebben vrouwelijke geslachtsdelen, hebben alles wat een vrouw ook heeft. Wat er dan gebeurt ineens in de puberteit... Ja, dan worden toch die testes die zijn weggestopt, die gaan toch wat extra testosteron produceren en in meer of minder hoeveelheden. Dat hoeft op zich nog niet eens een probleem te zijn, want dan moet de testosteron ook zijn werking kunnen doen. Ja. Dus dat betekent dat de spieren bijvoorbeeld, andere weefsels, androgeen gevoelig. Androgeen, dat zijn eigenlijk de anabole opbouwende hormonen. Ja, die moeten daarop reageren. Ja. En dat blijkt gewoon, er zijn ook gewoon vrouwen dus met die testosteron produceren. Hyperandrogenisme noemen ze dat. Maar die kunnen gewoon androgeen ongevoelig zijn. Okay. Merken daar niks van. Dus die hebben wel verhoogde testosteron. Ja. Maar de testosteron kan geen effect hebben op meer spiergroei of groter worden of sterker worden. Bij Semenya is dat dan anders. Die is wel androgeen gevoelig. Dus heeft en een hoge productie en van testosteron. En haar weefsel reageert erop. En dan kom je pas achter. Ja, en in die puberteit of daarachter. Maar ja, je bent gewoon, je voelt je een meisje. Vrouw, ja. Dus wat is er nou in dat geval van Caster Semenya aan de hand? De Wereldatletiekbond heeft op een gegeven moment gezegd, naar aanleiding van onder andere wat jij uitlegt. Weet je wat? Hormoonspiegel. Precies. Testosteron is de bepalende factor of jij bij de mannen of de vrouwen mee mag doen. Nee, of jij niet bij de vrouwen mee mag doen. Klopt, dat is eigenlijk het schijnende. Ja. Ja. Dus die hadden zoiets. En ik bedoel, daar moet je ook Ross Tucker, maar ook goed voor kijken, luisteren, echt voor die diepe achtergronden. Kijk, iedereen is het er wel over eens. Testosteron is gewoon een hele goede marker, moet dat wel zijn. Je hebt altijd wat overlap, grijs gebied. Maar wat de Atletieke Unie toen eerst deed in 2011, redelijk plomp verloren. Die zei gewoon, stel de grens op 10 nanomol per liter. Los of je androgeen gevoelig of niet bent. Wie jij ook bent, als je meer dan zoveel testosteron in je bloed hebt. Alle categorieën op de WK, atletiek of internationale toernooien. Als je erboven zit, dan moet je met de mannen meedoen. Ja, dachten mensen ook van, hallo, waar kun je dat nou op baseren? En kun je dat wel hard maken? En is er wel bewijs voor? Dus je hebt die Indiaanse sprinter, Dooty Chand. Mm-hmm. Die was helemaal geen topsprinter, helemaal niet. Maar die had zoiets van, hallo, ik laat me dit niet voorschrijven. Ik wil wel eens gewoon zien, waar baseren jullie het op? Dus die is heeft die zaak aangekaart. Ja, die lokt een proces uit. Ja. En aan de hand daarvan heeft dat CAS, dat Internationale Gerechtshof voor de Sport, Sporttribunaal, heeft toen gezegd, Wereldatletieke Unie, kom maar eens even met goed bewijs. Laat maar eens zien, waar is jullie bewijs dat testosteron inderdaad een onmiskenbaar verschil of voordeel geeft? En daar gaat het eigenlijk, wat toen eigenlijk gebeurd is een hele interessante casus om te volgen. Het is een lang, ja,
Zij kwamen toen uit op nieuwe richtlijnen. Die meteen op 5, dus van 10 naar 5 nanomol per liter. En eigenlijk wat puur gericht op de 46 XIDSD, de Differences of Sexual Ja, maar dat is even een moeilijke term, maar die kom je al snel tegen als je dit onderwerp induikt. Ja. En dit is echt de Semenya groep. Ja, dus ja. XI betekent eigenlijk, dus je hebt ook inderdaad, nou ja, je hebt X. Je bent X eigenlijk, en chromosoom de gezien ben je een man. Ja. Alleen, je bent aan de buitenkant een vrouw. Ja. Je hebt ook nog testers die veel hormoon produceren. En daar reageer je ook nog op. Dat, ja. In die sub-niche zitten we. Ja. En Semenya en anderen die haar bijstonden zeiden... ja, maar dit lijkt echt gewoon helemaal geschreven op... alleen maar Caster Semenya en die paar anderen. Om die eruit te houden. Ja, en nogmaals, waar is jullie bewijs? Ja. Is het goed genoeg? En dat, nou, daar hebben ze dus 2-3 jaar over gedaan. En nou ja, het is eigenlijk als jij en Ross Tucker en Roger Pielke, dat is ook een bekende wetenschapper op dit gebied, die zich heel druk maken over, nou, ook mensenrechten eigenlijk. Kun je dit atletes überhaupt aandoen, mensen aandoen? Ah, dat, als Want je dat om, volgt... Om dit verhaal af te maken, ja. Kun je dit aandoen. Het huidige beleid nu sinds 2019 is... als jij een hormoonspiegel boven die 5 millimol per liter hebt, dan moet je aan de hormoontherapie om jezelf onder dat niveau te krijgen. Anders mag je niet meedoen. Nou, ja. Volgens mij moeten we hem daar een beetje gaan afronden. Ja, maar goed, er zit gewoon de wetenschap daarachter is... Nou, er is een artikel gepubliceerd en dat is meer alleen maar correlatie. En er is met data gesjoemeld, et cetera. En dat is allemaal netjes... door Pielke en Tucker, want die zaten eigenlijk in de verdedigingskamp ook van Semenya. Helemaal uit de doeken gedaan. Die hebben dat helemaal uitgevonden. Die zeggen, ja, maar... Nou, je kan je wel toch, zeggen, die hebben als dat gefileerd. Ja. Als je het van de wetenschap moet hebben, dan klopt hier helemaal niks van. Nee. Plus het feit van, waar gaat het om? Wat hebben ze besloten? Ja, dit geldt alleen voor de categorieën 400, 800, 1500 meter en 400 horden. En ze zeggen, huh? Dus alleen op die onderdelen zou je dan wel het voordeel van testosteron hebben en niet op de andere. Maar testosteron maakt er geen onderscheid. Nee, daar heb je in ieder onderdeel en iedere sport voordeel van, zegt hij ook. Ja, hij is heel pissig. Ik nodig je uit om te luisteren als je dit leuk vindt. Het is wel natuurlijk een soort intrige in sportland. Ja. Gerelateerd aan dit soort wetenschappelijke fysiologische kennis. Daarom hebben wij het er vandaag over. Ik zit er ondertussen natuurlijk wel te denken, dit is heerlijke borrelpraat. Ja. Dit is interessant. Dit is goede feitjes voor op de verjaardag. Maar wat moet ik hier nou mee als amateur? Ja, nou, ik vind toch... we hadden het al over de marathon, waar het verschil er nog niet was. Maar ik kwam een leuk site tegen... waar ze eigenlijk alle ultra-events... echt duizenden op een rij hebben gezet. Ja, en we hebben van... Ultra komt regelmatig terug in de podcast. Hebben we geleerd van Jacomine Eikenboom... 60 kilometer hardlopen of verder... wat is het fietsen? Nou, in ieder geval verder dan de langste standaard afstanden sport doen. Nou, het kan nog veel meer ultra. Wat zij dus concluderen is eigenlijk vanaf de 100 mijl lopen. 100 mijl, 160 gaat om kilometer lopen hardlopen in dit geval. Ja. Daar gaan mannen en vrouwen, lijkt het op, even hard. Okay. En daarboven gaan de vrouwen het winnen. Oh. En, dus, en dat zij... is dus eigenlijk gek naar alles waar we het tot nu toe over gehad hebben. Ja. Mannen sterker, beter, maar harder. Ik denk dat je daar niet meer lukt om met je dieltjes, je koolhydraten, dat je dus daar echt afhankelijk bent. Komt dat voordeel van het vetverbranden. Vetverbranding. Wat er ook gebeurt is dat je natuurlijk, doordat jij geen koolhydraten, je glycogeen, dat je toch langzaam katabool weer je lichaam gaat afbreken. Misschien je spieren gaat afbreken als jij dat niet goed kan opvangen met meer vetverbranding. Ja. Ja, is die kans groter dat mannen daar last van hebben? Misschien ook het pacen. Maar dan komt er nog altijd weer zo'n socio-maatschappelijk cultureel ding bij. Denk ik nog steeds, meer mannen doen mee aan die events. Ja. Dus daar heb je ook wat meer mannen die sneller zeggen, ook al zijn ze niet zo goed getraind. Ah, Dit staat bij mij nog op de bucketlist. Dit ga ik doen. Terwijl ik denk toch dat vrouwen iets voorzichtiger zullen voordat zijn. Voordat ze aan beginnen. Ja. Ja. Maar ik kwam hele mooie verhalen tegen van een Jasmine Paris, een Engelse. Die in 2019 de Spine Race won. Nou, dat wordt gezien als... Wat is de Spine Race? Nou, de ultieme ultraloop ergens in Engeland over al de Peak District en in Yorkshire en omgeving. 286 mijl. Op en af, noem maar op. Daar deed zij 83 uur over.
Maar dan komt hij. Zij was 15 uur sneller dan de tweede, een man. 15 uur. Hè? En in de tussentijd, wat ze deed, zij was... Ze had nog 3 truien gebreid en een kind opgevoed. Of, ja, dat laatste zeker. Nee, niet waar. Zij was moeder. Ik weet niet hoe... Ja, zij gaf nog borstvoeding. Niet. Tijdens een ultraloop van 83 uur? Dus bij die ruststations... Nee, werd dit haar is kind niet waar. Aan... Ja, nee, bron in de show notes. Dit, ja, dit is zien. Geweldig, hè? Nou ja, dit is ongelooflijk. Ja. Ja, nou ja, en knap dus. Ja, en daaraan, nou, dat was er één. En de andere was het kanaal overzwemmen. Ja, dat was ook leuk. De site waar ik dit vond, die had het over een paar legendarische prestaties. En schetst mijn verbazing of niet... Daar stond ook gewoon prestatie van Jacomina bij. Onze eigen Jacomina, ja. Ja? Voor de Arch to Arc prestatie, wat toch qua tijd gezien wordt als dat ze zich toch gewoon tussen de mannen nestelt. Ja, moeten we even dan zeggen, hè, voor de mensen die deze podcast nu voor het eerst luisteren of bekijken, zoek even terug, aflevering 5, praten we uitgebreid met Jacomina Eikelboom over haar plannen voor het avontuur voor een extreme triathlon dwars door Amerika. En we hebben ook nog een bonusaflevering met haar gemaakt, dat wij met haar op pad gaan. Dus als je dat interessant vindt, zoek het zeker even op. Maar er is dus één vrouw geweest die nu 4 keer het kanaal overgezwommen heeft. Ja. Er is nog geen man gelukt. Een Amerikaanse, Sarah Thomas. Nou ja, dat geeft ook... En dat is wel klassiek wat gedacht wordt. Vrouwen en lange afstand zwemmen. Ja, iets meer vet. Beter drijvend vermogen. Nou, en daar... dus ook dat mentale. Ja. Hè, ik moet nu opeens denken, Jacomina zegt ook. Ja, weet je, ik geef gewoon niet op. Ik ga gewoon door. Terwijl mannen piepen meer, heeft ze wel gezegd. Dus ik denk dat het ook iets is van... Nou ja, goed, dat op die lange afstand. De vrouwen hebben gewoon tijd nodig gehad natuurlijk... om de gelegenheid te krijgen om. Dat wordt de komende jaren denk ik alleen maar meer. Dat je nog, want nog steeds zie jij bij races... Bij hardloopwedstrijden waar je aan de start komt... meer mannen... En ook meer mannen die met dikke buiken, denk ik, dan vrouwen, toch? Ja. Dus dat gaat allemaal wel op zijn pootjes terechtkomen. Ja, goed. Los daarvan heb je gewoon tot marathon... hou je die verschillen van die rond de 10-12% waarschijnlijk zitten. En dan, maar hoe verder het gaat worden, hoe meer die vrouwen in het voordeel lijken. En wat er zit ook wel intrinsieke verschillen, wat ook wel... toch goed te benoemen is dat die vrouwen studies gedaan ook met mountainbikers. Na afloop van de tocht hebben ze de spieren gestimuleerd. En vanuit daaruit kun je echt zien van, nou, je weet, vermoeidheid is deels centraal. Hè? Dus ja, in je brein. Je brein zegt, ik ga niet meer spieren aanspannen of activeren, want we moeten de schade vermijden. Of het zit perifeer, lokaal, dat spier gewoon op beschadiging. De energie is op. De energie is op. Dus dat kan je testen door die zenuwen er naartoe te stimuleren. En dan zien ze eigenlijk bij die vrouwen de vermoeidheid echt van de spieren zelf een stuk minder is. Dus die vrouwen... De vermoeidheid van de spieren zelf is minder. Ja. Kortom, hun centrale is sterker. Die sterker. En dat heeft waarschijnlijk weer te maken omdat zij, doordat zij lagere hemoglobine hebben, minder zuurstofaanbod... Dat voor hun juist de trigger is van om in te houden of rustig aan te doen. Maar dat minder het probleem bij hun spieren ligt. Ah. Maar betekent dat dan eigenlijk dat veel vrouwen eigenlijk dieper en verder en harder zouden kunnen dan ze gaan? Ja, als zij in staat zijn of om die signalen vanuit dat zuurstofaanbod... Dus misschien met weg te duwen. Weg te kunnen. Aan de andere kant, de meest voor de hand liggende verklaring is dat vrouwen over het algemeen toch iets meer van die rode spiervezels hebben. Ah. En we weten uit aflevering... Ja, dat moet ik even zoeken uit mijn hoofd. Ja. Maar over de verschillende spiertypes. Ja, dus dat juist explosiviteit versus duurvermogen, dat voordeel dan heeft van die rode spiervezels. De langzame spiervezels die het gewoon langer volhouden en minder vermoeid raken. Dus dat lijkt een beetje mooi. De... Ja. Nou hebben wij in deze podcast regelmatig contact met een sportarts en toptrainer die veel topatleten traint. Onder andere een top mountainbikester en ook een aantal heren. Zullen we eens even met hem gaan zoomen om te vragen of hij nog specifieke verschillen aanbrengt in het trainen van mannen en vrouwen? Ik ben heel benieuwd. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goed dat je weer bij ons aangeschoven bent. Wij hebben net uitgebreid gesproken over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En wij zijn heel benieuwd. Laten we bij het begin beginnen. Heb jij onder de atleten die je traint ook zowel mannen als vrouwen? Ja. Gelukkig. Nee, ja. Hoe is de verhouding een beetje, Guido?
Nou, dat is een goede vraag. Die heb ik eigenlijk nog nooit uitgekozen. Ja. Maar als ik het zo snel even bedenk. Ik denk 25% vrouw. 75% man, ik denk het ongeveer. Ja, nou, je hebt natuurlijk een aantal toppers. En dan zowel mannen als vrouwen. Jetse Plat en Donald Hillebrecht trainen bij jou. Maar ook Anne Terpstra, wereldkampioene mountainbiken. Topvrouw. Nee, niet wereldkampioen. Oh, wacht. Nee, verbeter me. Wereldbekerwinnaar, dat is het, hè? Ja. World Cup winnaar. Ja, ja, nou ja. Ja. Yes. Iets met wereld. Nou, steengoed. Ja. Wij zijn eigenlijk benieuwd om deze aflevering, die toch vrij breed ging en een hoog koffietafel gehad had, was vooral erg interessant om te kijken of we het nog een beetje concreet kunnen maken. Heb jij nou verschillende trainingstips of aanpakken die je voorschrijft aan jouw dames of heren die jij traint? Nou, eigenlijk is het qua afzien, hoe zwaar een training is, de intensiteit en zo. Die bepaal ik eigenlijk aan de hand van de drempel en VO2 max en dat soort dingen, is niet anders dan bij mannen. Mannen en vrouwen zijn wat dat betreft voor mij hetzelfde. Mm-hmm. De belastbaarheid, dus hoeveel trainingsarbeid kun je aan en hoeveel herstel moet er tussen zitten, dat is dan wel weer anders. En daar moet je wel op letten. Nou, vertel. Wij als mannen hebben meer testosteron dan vrouwen. Vrouwen hebben ook wel iets, maar dat is niet zo heel veel. Nee. En testosteron is een anabool hormoon, dat zorgt voor herstel. En dat geeft dus ook wat beter en wat sneller herstel. Dus daar moet je rekening mee houden. En dat, daar kom je ook wel achter natuurlijk met hoe snel de dames herstellen na bepaalde trainingen, daar ga je op inspelen. Okay. Maar zeg je dan eigenlijk nu als een algemene voor jou als trainer-coach dat vrouwen, dames, langer herstel nodig hebben van dezelfde trainings of van vergelijkbare trainingsbelasting? Is dat een algemeenheid? Nou, ik weet niet of dat zo heel. Het kan wel, maar er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die gewoon net zoveel of misschien wel meer kunnen trainen dan andere mannen. Kijk. Als je zeg maar de top van de mannen en de top van de vrouwen zou bekijken, denk ik, als je die categorie bekijkt, dat die mannen dan net ietsjes sneller herstel hebben. Ja. Ja, maar ik zit te denken, ook als we dat vertalen naar de wereld van de amateurs, er gaan natuurlijk allerlei trainingsschema's rond voor marathons en allerlei dingen die je van het internet kan plukken. Maar het lijkt me dan, als je dit nu zo zegt, dat het wel uitmaakt of je dat als vrouw of als man volgt, of zijn die verschillen niet zo scherp? Er zijn wel verschillen, maar als je algemene schema's maakt, denk ik, dan wordt het lastig om die verschillen daarin ook nog mee te gaan nemen. En sowieso helpt het bij algemeen gebruik van schema's om vooral zelf je eigen herstel te monitoren. Hmm. Het schema zegt wel dat ik 4 keer per week moet trainen en dan dit en dan dat moet doen. Maar ja. Ben ik wel hersteld van mijn vorige training? Ja, maar dat bedoel ik dus eigenlijk precies, Guido, als tip hè, voor onze kijkers en luisteraars. Dus als je een of ander schema van het internet plukt, wat misschien wel geschreven is op basis van ervaringen bij mannen, en jij bent zelf een dame, dat je denkt, wacht even, ik heb misschien wel wat meer herstel nodig dan dit schema toelaat. Ja. Nou ja, exact. En dan kun je dan moet je daar zeg maar ook wat meer herstel inbouwen en dan gaat het wat minder snel vooruit. Ja, want is dat voor jou ook een zoektocht geweest, Guido? Als je, wij hadden het over de wetenschappelijke studies die bijna allemaal bij mannen zijn gedaan. Of mannelijke vrijwilligers, proefpersonen. Er is niet zoveel over vrouwelijke sporters qua studies. Heb jij ook moeten zoeken een beetje voor jezelf van wat wel en niet werkt. En wat verschillend is van wat bekend is uit de trainingsleer? Ja, en het is ook vaak dat je dan probeert gewoon individueel per sporter wat ze wel en wat ze niet kan. Ja. En het heeft, weet je, het heeft ook te maken met menstruatiecyclus. Mm-hmm. Als ik Leontien van Moorsel daar nog van bij haal, die reed knetterhard als ze zeg maar daarvoor als ze richting de menstruatie ging. Terwijl anderen juist hebben van, oh man, dan kan ik echt helemaal niks. Ja. Daar zit zo'n groot verschil in. Ja, dan moet je dus je atleet leren kennen om daarmee om te gaan. Want dan weet je, als dat gaat gebeuren, hè, als die cyclus weer komt, als we in die week komen, dat je dus niet een piekweek moet gaan plannen als ze niet goed presteert dan. Ja.
Ja, dat is en pas, ja, dat is pas zo recent nieuws voor mij. Ik herinner me zo'n dat ze in Engeland, volgens mij bij de voetbalclub, voor het eerst rekening gingen houden met de belastbaarheid inderdaad van de speelsters aan de hand van hun cyclus, menstruele cyclus. Ja, ja, volgens mij is het een ander taboe en hebben we in een andere aflevering ook al even kort aan geraakt. Is dat natuurlijk dat heel veel topsportvrouwen niet meer menstrueren, ja, omdat die hele hormoonhuishouding in de war is, ja. Ja. Door de overbelasting. Hè? We komen nu mondjesmaat naar buiten. Ja, maar dat is ook wel iets dat je dan, zeker als je trainer bent van veel vrouwen, dat je wel in de gaten houdt dat dat gewoon goed blijft. Ja. Of dat het regelmatig blijft. En het kan ook zijn dat ze aan de pil zijn, dat het gewoon kunstmatig op gang wordt gehouden. Ja, ja. Je wil dus maar zeggen, dat moet een onderwerp zijn tussen coach en atleet, hoe ongemakkelijk misschien ook. Ja, ja. Kijk, je hoeft niet als trainer, er zijn niet alle trainers zijn ook nog dokter, maar je hoeft ook niet alles te weten, maar of geen oplossing aan te kunnen dragen. Je moet het wel weten. En stel, als je dan denkt, ja, maar dit voelt niet goed en dit gaat de verkeerde kant op, dan moeten we wel iets doen. Ja. Ja. En dan moeten we naar een specialist toe die daar wel een verstand van heeft. Nee, maar als jij zegt van, nou, het hangt nogal vanaf bij sommigen van waar ze zitten in de cyclus. Ja, daar houdt zo'n algemeen trainingsschema natuurlijk sowieso geen helemaal sowieso geen rekening mee. Dus dat is wel een... Hey, en nog even een leuke, want de teneur van deze aflevering is bijna, ja, mannen zijn sterker, beter, meer testosteron. Waar zijn vrouwen beter in jouw ervaring? Pijnlijden. Ja, echt? Ja, 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 dat hoorden we Jurgen net ook al een beetje ver. Kan je een anekdote vertellen? Waar baseer je dat op? Ja, ik denk dat vrouwen meer, niet allemaal natuurlijk, maar er zijn wel vrouwen die kunnen gewoon meer afzien dan mannen vaak. De mannen hoor je dan toch wel vaak dat ze snel gaan piepen. Ja, dit hebben we letterlijk Jacomina Eikelboom ook horen zeggen in het kader van haar kanaaloversteek. Ja, Jacomina, daar bed je af hoor. Echt, hoed af. Ja. Ja. Hoe lang die kan doorgaan, dan denk je, mijn god, want ik was al 3 keer werkelijk omgedraaid. Dat gaat mij veel. Ik ga niet door tot het licht uitgaat. Schrik. Maar dat is knap hoor. Ja. Maar zie je dan ook verschillen van, dat kan je een beetje denk ik zien aan de RPE die je bijhoudt. Hè? Die, ja, even voor onze nieuwe kijkers en luisteraars. De ervaren mate van inspanning is dat. Hè? Ja, kun je loggen. En dat kun je natuurlijk leggen naar de objectieve getallen van vermogen of heart rate. Dat je daar verschillen ziet dat vrouwen inderdaad dieper kunnen gaan uiteindelijk of minder snel. Je gebruikt die natuurlijk gewoon in die persoon zelf. Want je weet, voor die training gaf die dezelfde training gaf ze toen een 7 aan op een schaal van 10. En nu doen we dezelfde training en nu is het maar een 3. Ah, ja. Dus dan is het makkelijker geworden of andersom, dat kan ook. Dus dan heb je bij je eigen referentie. Ja. Ik heb het niet zeg maar, dat met mannen dan vergelijk van, hey, maar die scoort, die vrouw doet dat en die scoort een 7. En die man scoort dat en die zegt een 2. Nee, dat je ziet, die vrouwen zitten op 95% van de maximale hartslag en scoren een 6. Hè? Want doet ze niks. Ja. Maar dat zit, weet je, dat is ook wel het gevaarlijke met deze, zo'n score. Ja. Want het zit ook in een karakter. En sommigen zeggen van, ja, die zijn ook aan het denken van, ja, maar als ik nu een 9 zet, dan denkt hij van dat ik het of niet haal en dat ik kapot was. Ja. Of ze zetten van, nou ja, eigenlijk moet ik niet zeggen dat ik een 9, want dan zet ik een 5 neer, want ik denk dat het nog wel ging. Ja. Nou, dat doet me wel denken, dat is wel leuk denk ik om te melden van het onderzoek van Teun van Erp van Sunweb, die bewegingswetenschapper, die gepubliceerd heeft onder andere die data van Dumoulin. Maar die heeft ook bij de Sunweb renners, ook de rensters, alles zitten meten van vermogens en belastbaarheid en noem maar op. Ja. En hij constateerde gewoon eigenlijk dat die vrouwen races, de wedstrijden en trainingen zo niet te vergelijken zijn met de mannen. Omdat die mannen, de wielerwedstrijden zijn veel langer sowieso. Maar wat er dan gebeurt is dat die veel meer in de lagere zone zitten qua hartslag en qua vermogen. Wie, de mannen of de vrouwen? De mannen. Ah, ja, okay. En de vrouwen zitten juist veel meer in, als je schaal van 1 tot 5 zit, in die 4-5. Dus omdat de koers korter is. Ja, is die compenseren een beetje die korte. Dus ik heb daar eens een artikel ook over geschreven, een beetje grappend voor de WK toe. Want daar zijn de verschillen bijna, dat de mannen dubbel rijden. Dat ik zei, ja, die mannen die gaan voor een hele lange, rustige wandeling en dan een flinke eindsprint om het eind. En die vrouwen, die gaan gewoon echt voor een race vanaf het begin al.
Ja. Dus hoe scheef het eigenlijk is ook in die wereld van ooit gedacht, ja, die vrouwen die moeten maar niet te veel belasten en dan moeten we maar rustig aan doen. Ja, daar kom je dan achter dat het gewoon... Wat dat betreft, hè, dan hoor je vaak de vrouwen, dat zegt Annemiek bijvoorbeeld, Annemiek van Vleuten, die heeft daar helemaal gelijk in dat ze zeg maar hetzelfde wil doen als die mannen. Waarom doen we dat niet? Ik zou het juist andersom zeggen. Ik zeg, ja, weet je, maak die mannenkoers gewoon korter. Want waarom gaan we nou 300 kilometer rijden, waar toch de eerste 200 geen kloot gebeurt? Ja. Nou, om iedereen lekker moed te maken natuurlijk. Hè? Ja. Moet even die aerobe tank een beetje leeg voordat de strijd losbarst. Beetje moe. Nee, maar dat is hartstikke saai natuurlijk, want er gebeurt nooit wat. Ja, dan gaan er een paar van een ander land gaan daar rijden. Ja. Ja. Maar als jij maar een koers hebt van 100, 150 kilometer, dan gaan ze meteen knal erop. Ja, meteen spektakel. Ja. Ja, daar wordt het wielrennen denk ik gewoon veel interessanter door. Mooi, mooi. Nou, we zien het hopelijk gebeuren, ja. Goeie tip. Hey, en even nog checken of de tank leeg is. Ik vroeg jou, waar zijn vrouwen beter in? Je riep meteen pijnlijden. Is er nog iets waar we de vrouwen kunnen leren? Als je prestaties gaat bekijken van vrouwen tegenover mannen vergelijkt, hoe langer het gaat duren, hoe dichter die vrouwen er aankomen. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld, hè, als je een marathon vergelijkt, daar zit nog steeds best wel een groot verschil in. Tussen het wereldrecord van de mannen en de vrouwen. Trek je nog langer door, op een gegeven moment na ultralopen, ja, dan winnen op een gegeven moment vrouwen wel. Ja, dat voorbeeld hebben we net gehoord, over de Pine Race, die ondertussen nog borstvoeding gaf. En zie jij ook, we hebben het even over pacen gehad, het gevoel voor pacen, dat sommige studies toch wel suggereren dat vrouwen daar wel beter in zijn dan mannen. Zie jij dat ook een beetje terug bij jouw atleten? Of, Die heb ik nog niet in de gaten. Oh, ja, okay. Ik leer iedereen pacen natuurlijk. Ja. Ja. Zullen we hiermee afsluiten? Zullen we al onze kijkers en luisteraars oproepen om hieronder in de comments dan maar aan te vullen waar zijn vrouwen beter in dan mannen en waar zijn mannen zeker beter in dan vrouwen? Ik verheug me al helemaal op die thread. Dat kan op een... laten we misschien binnen... Het presteren, of dat dan sport is, dat zien we dan nog wel. Dat kan op een aantal manieren. Via social media zijn we te vinden op Twitter en Instagram als de @slimmerpodcast. Misschien gaan we wel viraal met deze post. Zou leuk zijn, toch? Reageer. Of je kan op onze website www.slimmerpodcast.nl naar de pagina over deze aflevering. En daar kan je ook in de comments reageren. Of je kan ons een mail sturen. post@slimmerpodcast.nl. Mag. Voor vragen, aanvullingen. Maar ja, als je nou gaat vertellen waar vrouwen beter in zijn in een lange mail. Ja, dan zijn alleen wij drieën degene die dat lezen. Dus zet dat dan maar op de socials. En als je het echt... Weet je wat ik opeens ontdek? Want je weet wat ik nu ga zeggen. Als je echt fan bent van deze podcast. Word dan... Vriendin. Ja, vriend van de show heet het platform. Maar je mag natuurlijk ook vriendin van de show worden. Het enige jammer is, de website is vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Het leuke is, je kan ons daar eventueel financieel steunen. Maar nog leuker, je kan een voicemail achterlaten. Je kan een bericht voor ons inspreken. Wat we hier ongetwijfeld dan ook in een toekomstige aflevering te horen zullen gaan brengen. Tot zover het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik ga naar huis, ik ga even lekker naar mijn vrouwtje toe. Dankjewel Guido. Hoi. Dankjewel Jurgen. Hoi. Hey.